Specialist op het gebied van tv-techniek. Klopt. En ik ga hem vragen, meneer Beuk, ja. Kunt u wat vertellen over horizontale programmering? Oh, wat? Horizontale programmering, Pierre. Ik denk al wat. Meneer Beuk, gaat u gaan. Ja, ik wou even vragen, wanneer is het eigenlijk nationale boomplantdag? Dat is volgens mij al lang voorbij. Ik wou zo graag zeggen, de beukeren. De beukeren. Is dat horizontale programmeren? Nee, maar het is wel leuk. Ja. Maar iedereen weet dat horizontaal... dat is zo, hè? Lijnen gaan... Trouwens, knot wil ik. Dit is technisch, hè? Ja. Moet je dan niet een beetje Duits praten? Probeer eens. Eigenlijk wel. Dat hoort toch zo in een film, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, horizontale lijnen in de televisie. Klinkt ook niet, hè? Nee, doe maar gewoon. Fernsehen, ja. Bedankt. Maar de mensen die het niet weten, het beeld wordt opgebouwd uit allemaal lijntjes die er vliegensvlug doorheen schieten. Duidelijk spreken. Vliegensvlug doorheen schieten, horizontaal. Het zou ook verticaal kunnen. Maar dan is geen horizontale programmering meer. Meneer Beuk, maar ja. Wij zijn aan het... kunt u mij een voorbeeld geven van horizontale programmering? Jawel, zoals iedereen weet, we hebben de meest bekeken zenders Nederland 1, 2 en 3. En dat wil zeggen, daar heb je dan programmering, die is ook horizontaal. Dat wil zeggen mensen met kinderen, ik weet niet of die in de zaal zijn, Pierre. Paar. Ja. Nou, dat wil zeggen programma's voor kinderen van 5 jaar... Die zou zeg maar om 5 uur beginnen. En dan kun je een beetje zappen, allemaal voor 5 jaar. En dan om 6 uur logischerwijs de programma's voor kinderen van 6 jaar. Hè? En om 18 uur? Voor 8-jarigen. Oké. Heeft u wat voorbeelden uit de praktijk? Ja, maar dat klopt niet helemaal. Want als je dan doorrekent... Ja? Dan zou je zeggen, programma's voor 18-jarigen, die beginnen dan, ja, ook om 6 uur of niet? Ik weet het niet, u bent de deskundige, dus... Klopt, ja. Horizontale programmering is ook de laatste jaren bedacht in verband met de breedbeeld-tv. En met name ook voor het voetballen, want er kunnen namelijk meer lijntjes op. Zo, kijkt wat prettiger. Maar als u denkt van, ja, waar heeft die man het over? We hebben een speciale filter op deze camera laten monteren. En dan kunnen we, want ik hang hier wel lekker te hangen, maar als we dat wat duidelijker willen illustreren. Ja, laten we eens wat zien. Ja. De mensen zijn van heinde en ver gekomen. Precies. Van, ja, kunnen jullie dan echt laten zien in dit programma hoe de lijnen door het beeld flitsen? Kunnen wij. We hebben de volgende truc op bedacht. We zijn naar de stad geweest, hè, en we hebben zo'n glas gekocht in een fopwinkel, zeg maar. Waar net of het lijkt dat het water erin zit, maar niet eruit kan vallen. Nou, voortmaken, meneer Beuk, want het programma is nu een paar 5 minuten. Oh, oké. Nou, ik heb hier ergens een glas. Als goed schrijft assistenten mij dat nu aan hierachter. Even kijken. Ja, bedankt. Dat is allemaal verborgen. Je moet het aangeven door het luikje. Maar, er zit hier ergens een luikje. Mooie assistenten, hoor. Dankjewel. Ja, je kunt ze wel zien. Ik wel, ik kijk onder. Ja, oh, sorry. Ja, dankjewel. Ik heb hier het fopglas.
En dan zal ik het gelijk eens even schuin houden. Dan kunnen jullie mooi zien dat het net lijkt dat het water er niet uit kan lopen. Je kent het wel met zo'n dubbele rand, hè? Ooit gezien? Nee, nou voor het eerst. Oh, ja, dat is een truc. Dat is een goochelaar, maar kan ik uitleggen. Dat is een dubbele wand. En daar zit dan gewoon het water in verstopt, zie je? Is wel nee. Moeilijk drinken. Zo. Ja, dan komt alles in mijn blouse. Maar ik zou de lijnen op de tv illustreren. En dat gaat als volgt. Dit FOP-glas, wonderbaarlijk reageert dat wel op de lijnen van de televisie. En als ik dat dan draai, ik weet niet of de, ja, dat is nog wel zichtbaar voor jullie zo. Ja. Dan moet je even kijken door speciale cameratechnieken. Kijk. En dat zie je niet aan de gedachte. Ja, hier zijn ze er stil van in de studio. Ja, dat klopt. Dat is ook een vernuftig stukje techniek, zou ik zeggen. Nou, meneer Beuk, het was een bijzonder leuke bijdrage vanmiddag. Ja, die moeten we nog een keer heeft u zin om volgende keer weer terug te komen met zo'n lijkt me heel leuk. Volledig overtuigende scène? Ja, toch net zoiets als die educatieve programma's. Hè? Dus als jullie technische vragen hebben. De Eindhovense Volksuniversiteit. Zoiets, ja. Ja, oké, dat is een mooi moment om af te sluiten, meneer Maréchal. Okay. Dan kunt u verder met het programma. Meneer Beuk, dankjewel en kijkers, tot de volgende maand. Altijd bedankt. Tot ziens. Wij gaan over naar Martin Voorwijk. Martin. Voor een afkappen die allemaal. Mag ik terugkijken, een bandje wat dan werkelijk geworden is.